Hallo allemaal, ik heb vanochtend al 2 uurtjes getraind. Slecht weer hier in Zwolle. En nu ga ik onderweg naar Radio Zwolle voor een interviewtje over de Ster van Zwolle van volgende week. Dus zie jullie daar. I need to know love. No love. Can you love me again? I need to know love. We hebben de grote M, maar geen McFlurry vandaag. We zijn er. Gewoon even een beetje algemeen over je winter, over je komende seizoen. Ja, dan inderdaad dan ook vooral voor hier even wat dieper inhaken op de Ster van volgende week natuurlijk. Omdat het weer in Spanje stukken beter is dan hier, heb ik 2 à 3 maanden in de hele winter in Spanje verbleven, om me zo optimaal voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Dus in Nederland nog even lekker kerst en oud en nieuw gevierd? Ja, ik ben wel teruggekomen tussen oud en nieuw en met kerst, om hier te vieren met familie. Mm-hmm. En daarna ben ik direct weer teruggegaan. Ja, inderdaad, Mallorca, daar is het weer natuurlijk net wat beter dan bij ons. Nou, het was niet in Mallorca hoor. In Mallorca was het weer vast ook goed. Ja, ja. Een groot doel van dit seizoen is nog het wereldkampioenschap. Het is dit jaar in Amerika. Ja. En het komt vrij overeen met de klassieke wedstrijden, met wat kasseien erin. Ja. En dus dat is wel een groot doel van dit jaar. Ja, dus dat zijn eigenlijk jouw 3 hoogtepunten, mag ik dat dan zo noemen? Vlaanderen, Parijs, Roubaix en het WK? Ja, dat zijn wel 3 grote doelen van dit seizoen. Ik heb er nog wel meer, ja. Maar dat zijn wel 3 belangrijke. Als jij je daar als eerste Zwollenaar bij zou kunnen voegen? Ja. Hij heeft nog nooit een Zwollenaar volgens mij gewonnen. En ja, het is een mooie opstap naar een profcarrière. Ja. Het is wel een wedstrijd die telt. En ja, ik vind het altijd lastig met het weer. Daar heb je weinig invloed op. Op heel veel dingen kan je jezelf voorbereiden. Maar dat is, ja, het zou mooi zijn voor een zware wedstrijd als het een keer regen, wind zou zijn. Maar als het zonnetje schijnt, is het weer leuk voor het publiek. Dus. Dat was het interview. Nu weer terug op naar huis. Dank jullie wel voor het bekijken van mijn filmpje. Willen jullie meer filmpjes zien? Klik dan hierboven. En willen jullie abonneren op mijn kanaal? Klik dan hieronder. En dan zie ik jullie in mijn volgende video. Doei!